En yeah, ik ben live. Yo kijkers van Doe Maar Gamen. Awesome dat jullie allemaal kijken naar deze gloednieuwe video hier op mijn gamekanaal Doe Maar Gamen. Vele mensen die dit momenteel live kijken zullen waarschijnlijk denken, jop, gloednieuwe video, dit is toch een livestream op Twitch? Dat klopt, dit is inderdaad een livestream op Twitch, maar het wordt tegelijkertijd ook nog eens geüpload als een video. Voor de kijkers die dit op Doe Maar Gamen kijken, later, dus als het een video is, als jullie deze video leuk vinden, kunnen jullie hem natuurlijk even een blauw duimpje geven, want er staat jullie namelijk iets heel awesomes te wachten. Ik ga namelijk lekker veel FIFA 15 packs openmaken in deze extra lange video, en tegelijkertijd dus ook in deze livestream. Deze video / livestream wordt mede mogelijk gemaakt door coinsfivakopen.nl. Als jullie deze week nog de code invoeren, Job, 3 letters, alles in hoofdletters, krijgen jullie 10% korting bij het bestellen van FIFA 15 Ultimate Team Coins. En na deze week krijgen jullie gewoon 7% korting. Dus check even coinsfivakopen.nl als jullie net zoals mij FIFA 15 Ultimate Team Coins willen kopen, om dus awesome pakjes open te maken. En dan kun je dus snel, betrouwbaar en natuurlijk goedkoop FIFA 15 Ultimate Team Coins krijgen. Jongens en meisjes, nu we dat hebben gezegd, kunnen we lekker gaan beginnen met de pack opening stream. Ik heb er namelijk ongelooflijk veel zin in. En nogmaals, het is niet alleen een pack opening stream. Het is tegelijkertijd namelijk ook nog eens een pack opening video. Dus ik ga heel even snel nog even de laatste benodigde voorbereidingen klaarzetten. Niet dat er echt nog voorbereidingen zijn. Want het is namelijk niet echt een voorbereiding die ik nog moet laten plaatsvinden. Ik heb namelijk alles al voorbereid. Ik ga ongeveer tot en met 9 uur live streamen. Dus jullie zijn voorlopig nog niet van me af. Aha. Nee, maar het wordt ongelooflijk awesome. En er zijn namelijk weer speciale pakketten bijgekomen. In FIFA 15. En die wil ik dus voor jullie gaan openmaken. Niet alleen de speciale pakketten ga ik openmaken. Ik ga ook gewoon de andere pakketten openmaken. Maar vooral ook de speciale pakketten. Want daar heb ik namelijk ook ongelooflijk veel zin in. Dus ik zou zeggen, let's freaking go. Als het goed is ben ik namelijk nu live. En ik weet het niet zeker. Maar ik ga er maar gewoon vanuit. Laten we beginnen met het openmaken van een aantal 7.500 pakketjes. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat ik allemaal weet te krijgen. We hebben hier een 80 rated, namelijk Glitchy. Glitchy, zat hij niet bij Team of the Year? Of nee, zat hij niet bij Team of the Week? Ik geloof het wel. Ik heb zo'n idee dat hij daar wel bij zat. Dat zou maar zo kunnen. Hij is namelijk gemiddeld genomen 4000 waard. Als hij natuurlijk niet in vorm is. Maar hij zat geloof ik bij Team of the Week. Er is trouwens weer een nieuw Team of the Week. Dat zag ik net staan. Sanchez zit erin. En nog twee anderen. En ik weet momenteel even niet wie die twee anderen zijn. Maar het zal in ieder geval wel tof zijn om een aantal informs te kunnen krijgen in deze stream. Het liefst natuurlijk een Team of the Year. Maar ja, zoals jullie weten, het krijgen van een Team of the Year, dat is natuurlijk een hele kleine mogelijkheid. Dat zijn namelijk, oeh, nice, 84 rated. Dat is Fabregas. Ik heb het idee dat die ongeveer rond de 10.000 waard is. Ook al weet ik het niet zeker. Oeh, ik dacht heel even dat die 37.500 waard was. Maar schijnbaar is hij maar rond de 1000 waard. Beetje tegenvallend als het ware. Ik had liever een iets duurdere speler kunnen krijgen. Maar dat lijkt me natuurlijk vrij logisch. Dat wil je natuurlijk altijd. Maar ik ga in ieder geval jullie proberen te vermaken met deze livestream. En tegelijkertijd, als jij dit dus kijkt op YouTube, dan wordt een blauw duimpje natuurlijk op prijs gesteld. Als je deze stream / extra lange video natuurlijk een blauw duimpje waard vindt. En dan gaan wij eens gewoon even kijken wat we allemaal kunnen krijgen. Voor de kijkers die dit zeg maar live kijken, tweet natuurlijk gezellig mee met hashtag Doe Me Live. Ik hou namelijk alle tweets in de gaten. Dus stel of jij wil mij iets mededelen over FIFA 15. Doe dat dan via hashtag Doe Me Live op Twitter. Laten we kijken of we hashtag Doe Me Live trending topic zouden kunnen krijgen. Ik zou dat namelijk ongelooflijk awesome vinden. En tegelijkertijd gaan wij gewoon lekker door met het openmaken van packs. Ik ga voornamelijk 7.500 pakketten openmaken. Maar dat lijkt me vrij logisch. Dat zijn namelijk pakketten die eigenlijk altijd tot je beschikking zijn. En de 35k pakketten en de 50k pakketten die zijn er allemaal wat minder. Maar die ga ik zo meteen ook openmaken. Dus bereid je voor, want het gaat namelijk super tof worden. Kan ik jullie nu al vertellen. Tot nu toe hebben we nog niet echt een zeldzame speler weten te krijgen. Maar ja, we gaan natuurlijk voor een Team of the Year. Dat is natuurlijk wel de bedoeling. Dat zijn dus de blauwe kaarten, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. De blauwe spelers. Ik zeg wel kaarten, maar het zijn uiteraard gewoon spelers. Ik heb hier een 82 rated. Dat is niet heel verkeerd. En dat is Howardes. Laten we wel even kijken hoeveel die waard is. Ik spreek het waarschijnlijk verkeerd uit vanwege de trema. Of ik bedoel de twee puntjes op de O. Hoe spreek ik dat uit? Howardes? Ik heb serieus geen idee. Maakt verder ook niet uit. Want wij gaan namelijk verder. Ik zeg wel die twee. Ik zei wel een trema. Maar het heet natuurlijk een omlaut, geloof ik, als ik goed heb. Ik hoop het in ieder geval wel. Anders kom ik misschien een beetje raar over. Oké, let's go. Wat is dit? We hebben hier een speler gekregen genaamd Abdenhor. Hoe je de fuck je het ook wilt uitspreken. Een 80 rated, niet heel erg hoog. Ook niet zeldzaam of iets dergelijks. Meestal als het echt een zeldzame speler is, heb ik hem nog niet. Of ik heb hem wel, maar dan hebben we het bijvoorbeeld over Royce of een andere inform. Ik heb namelijk al wel meerdere malen Royce gekregen. Ik heb ook meerdere malen een inform gekregen. Ik geloof dat ik Godin heb ik 2 keer gekregen zelfs. Dat is zeg maar een speler die tijdelijk in Team of the Week zat. Elke speler zit natuurlijk tijdelijk in Team of the Week. Niet letterlijk elke speler, maar je hebt niet een speler die altijd vast in Team of the Week zit. Dat lijkt me ook een beetje onlogisch, want dat heet namelijk Team of the Week, niet Team of Forever, weet je. Ik bedoel, nou, dat dus. We hebben een Amerikaan gekregen, 77 rated. Hij heet Jones. Nou, sorry Jones, maar ik zou je toch echt even moeten quicksellen. Want ik heb namelijk niet heel erg veel aan jou.
Dan gaan we door hier naar de Team Overman. De gestreepte Team Overman. En die geeft ons niet veel goed. Laten we zo tegelijk even kijken of wij een speciaal pakketje kunnen openmaken. Dat zijn namelijk 250k pakketten. Dat zou dus betekenen dat we gewoon letterlijk 100.000 coins gaan besteden aan twee pakketten. En hopelijk zijn dat dan ook gelijk de pakketten waar wat episch in gaat zitten. Ik weet het uiteraard niet, maar we zullen er waarschijnlijk snel genoeg in achterkomen. Ik hoop trouwens dat de muziek niet te hard staat. En ondertussen gaan wij ondertussen... Oh, nice. Pardo. Pardo, de pardo, de pardo. Dat is mijn pardo. Ik heb serieus geen idee wat pardo betekent. Pardo. Paro zit er in ieder geval in. Of het woord par. Geen idee wat par als individueel woord betekent. Zeer waarschijnlijk niks. Maar dat maakt helemaal niet uit. Gele man. We hebben hier een Galvez gekregen. Wat een 74 rated zilveren speler is. Ik maak eigenlijk nooit zilveren pakketten open. Ook geen bronzen pakket. Ik heb geloof ik één keer voor de grap een zilveren en een bronzen pakket opengemaakt. Maar ik zou het zeg maar niet doen omdat ik er namelijk wat aan over wil houden. Want nou ja, weet je. Als je echt een goede speler wilt of je wilt echt zeg maar winst maken. Kijkend naar hoeveel coins je uitgeeft en hoeveel coins je eigenlijk terugkrijgt. Ter waarde aan spelers. Is het toch wel het beste dat je gewoon van die goudpakketten gaat openmaken. Dan moet ik zeggen, uit goudpakketten krijg je ook niet heel erg veel goed. Tenzij je natuurlijk van die speciale pakketten openmaakt. Waar ik zo meteen ook nog even tussen ga snuffelen. Dus bereid jullie maar alvast voor, want het gaat namelijk ongelooflijk awesome worden. Ik denk dat we nu alvast wel even één zo'n speciaal pakket kunnen gaan openmaken. Ik moet trouwens ondertussen Twitch wel even in de gaten houden. Dat ben ik namelijk momenteel totaal niet aan het doen. Dus ik doe net alsof het een fucking video is. Wat eigenlijk ook wel een soort van het geval is. Maar jullie zullen waarschijnlijk wel begrijpen wat ik bedoel. Nou, dus in ieder geval super awesome dat jullie er allemaal zijn. Hopelijk blijven jullie allemaal kijken naar de stream. En hopelijk genieten jullie er allemaal van. Even kijken. Nou, wij gaan ondertussen lekker door met het openmaken van wat meer 7,5k pakketjes. En dan kunnen we zo meteen even doorgaan naar een speciaal pakket. Om even te kijken of we daar nog wat epische shit uit kunnen krijgen. Jullie kunnen natuurlijk ondertussen lekker blijven meetweeten met hashtag DoeMeLive. Zoals die onder aan mijn facecam staat aangegeven. Het zou ongelooflijk awesome zijn als we gezamenlijk met het hashtag motherfucking hashtag DMG Army. Jullie zijn namelijk stuk voor stuk motherfucking bazen. Als we dus met z'n allen hashtag DoeMeLive trending topic zouden kunnen krijgen. En ook al kijk je dit op YouTube. Alsnog kun je natuurlijk een leuke reactie en een like achterlaten hier beneden onderaan de video. Want jullie zijn namelijk stuk voor stuk motherfucking baas, zoals ik jullie dus net al verteld had. Maar nee, chat natuurlijk ook lekker mee in de Twitch chat. Die hou ik namelijk zo nu dan ook in de gaten. Misschien willen jullie mij wat vragen. Of willen jullie gewoon wat mededelen over FIFA. Dan kunnen jullie mij gewoon laten weten. Ik heb hier ook weer een 7 of een 79 rated gekregen. Arbeloa. Oké, ik hoop dat ik het goed uitsprak. Ik weet het verder niet. Maar let's go. We gaan gewoon lekker verder. Ik ga even een nose pack doen. Ik vind het altijd ironisch om met mijn neus pakjes open te maken. Ik bedoel, waarom zou je überhaupt met je handen pakken openmaken? Wanneer je het gewoon met je motherfucking neus kan doen. Dat is toch gewoon veel epischer. Oké, let's go. Welke hebben we gekregen? We hebben een 77 rated gekregen. Ik hoop uiteraard dat wij een inform zouden weten te krijgen. Dat ze namelijk ongelooflijk awesome zijn. Maar tegelijkertijd hoop ik eigenlijk ook wel op een ander speciaal pakket. Want daar krijg je soms ook wel echt zieke shit uit. Moet ik wel even kijken welke speciaal pakketten er eigenlijk allemaal zijn. Daar heb ik namelijk nog niet echt goed naar gekeken. Ik heb in ieder geval wel gehoord dat er 50k pakketten waren. Er zijn 5 35k pakketten. Het grootste pakket tot nu toe met maar liefst 30. Jawel, 30 items. Een mix van spelers en verbruiksitems. Minstens 26 goud, waarvan 18 zeldzaam. En dan hebben we hier een mega pakket. Of nee, hoe heet deze? Zeldzaam spelerspakket. De meest unieke topspelers verzameld in één pakket. Bevat 12 items. Allemaal spelers, allemaal goud, allemaal zeldzaam. Nou, er is een hele grote kans dat we hier wel een inform of een blauwe speler uit gaan krijgen. De kans is in ieder geval echt letterlijk 100 keer groter als het niet meer is dan dat als je 7,5k pakketjes openmaakt. Dan moet ik zeggen, je maakt natuurlijk sneller een 7,5k pakketje over. Want ja, weet je, die andere pakketten zijn veel duurder en er zijn er jammer genoeg veel minder van. Maar stel, jullie willen ook FIFA 15 pakketjes openmaken en jullie willen dus coins kopen. Dan raad ik jullie aan dat te doen op coinsfifakopen.nl. Dat is namelijk ook de site waar ik mijn coins vandaan heb. En als je de code Job invoert, krijg je 7% korting. En als je het deze week doet, dus van 15 januari. Tot 16, 17, ik geloof tot 18 of 19 januari. Ik geloof dat 19 januari krijg je zelfs 10% korting. Dus coins, vivakopen.nl. Zeker een aanrader voor als jij ook goedkoop, betrouwbaar en snel FIFA 15 Ultimate Team coins wilt kopen. Zo, we quick set even alle andere shit die we hebben. Want daar heb ik namelijk over het algemeen gezien vrij weinig aan. En hopelijk blijven jullie lekker allemaal mee spammen in de Twitch chat. En blijven jullie natuurlijk ook allemaal lekker mee praten via Twitter. Namelijk met hashtag DoeMeLive. Ik zou dat namelijk ongelooflijk awesome vinden. Precies zoals die onder mijn facecam staat aangegeven. Het zou namelijk super tof zijn als wij het gezamenlijk. Maar als het motherfucking hashtag DMG Army voor elkaar zouden kunnen krijgen. Om trending topic te staan samen. Als ja, dus met hashtag DoeMeLive. Het zou super vet zijn of we het ook echt voor elkaar krijgen. Ja, kijk, dat is uiteraard nog even de second question. Maar ik weet in ieder geval dat jullie het kunnen. En daar gaat het uiteraard om. Ik heb het motherfucking vertrouwen in jullie. Want jullie zijn namelijk DMG'ers. En DMG'ers zijn motherfucking bazen. Maar dat wisten jullie waarschijnlijk al dat jullie motherfucking bazen zijn. Oké. Ik hoop dat jullie zo meteen een beetje klaar zijn voor een speciaal pakket. Want dat gaan we namelijk zo meteen even doen. Dus ik hou even alles in de gaten. Ik ga zo meteen heus wel wat. Andere shit openmaken in plaats van alleen maar 7,5k pakketjes. Maar in eerste instantie ga ik voornamelijk 7,5k pakketjes openmaken. De reden waarom ik dat doe is omdat ik namelijk die speciale pakketten ook een beetje voor later in de stream wil blijven behouden. Maar ik ga nu nog 3
7, of nou, 3, niet per se 3, maar ik ga nog een paar van die 7,5k pakketjes openmaken. En dan ga ik zo direct door met het openmaken van een 35k pakketje. Daar hebben we er namelijk 5 van. En het zou best wel awesome zijn als we daar een epische speler uit zouden weten te krijgen. Ik ga daarvoor mijn ogen zo direct even dicht doen, want ik heb namelijk echt we hebben een 85 rated gekregen. Martinez, die is geloof ik best wel veel waard. Ik zal even kijken hoeveel die waard is. Die is, nee, dat valt hartstikke mee. Want mensen die schreven namelijk van Job, 85 rated zijn altijd veel waard. Maar schijnbaar zijn ze niet altijd veel waard. Want Martinez was jammer genoeg maar rond de 1000 waard. Ja, daar heb ik natuurlijk geen ene rate aan, zoals jullie waarschijnlijk ook wel begrijpen. Ik heb tot nu toe in ieder geval niet de beste, maar ook wel degelijk niet de slechtste spelers weten te krijgen. Het is een beetje half om half. Het zijn zeg maar geen spelers waar je echt ongelooflijk blij van wordt. Maar het zijn ook geen spelers waar je zeg maar ongelooflijk verdrietig van wordt. Maar alsnog, we gaan natuurlijk voor de informs en we gaan uiteraard voor de team of the years. Maar over die weten te krijgen, die kans is natuurlijk niet heel erg groot. We hebben Walker gekregen. Oh mijn god, hij komt uit The Walking Dead. Het is een walker. Ha, ha, ha. Dit is waarschijnlijk een referentie die alleen The Walking Dead kijkers zullen begrijpen. In The Walking Dead heten namelijk zombies heten walkers. Dus vandaar. Ik heb daar in ieder geval nog een of andere rare, ja, een rare vlag. Ik weet niet wat voor eentje het is, maar dat maakt verder niet uit. Let's freaking go further. En laten wij eens even gaan kijken wat voor awesome spelers we allemaal nog uit de pakketjes weten te krijgen. We hebben Fabiano, heet hij zo? We hebben Fabiano. Ja, ik dacht wel dat ik het verkeerd uitsprak. Maar schijnbaar heette die ook nog zo. Oké. En we gaan beginnen met het openmaken van het allereerste speciale pakketje, namelijk een mega pakket. Oh, nogmaals, mega pakket, het grootste pakket tot nu toe met maar liefst 30, jawel, 30 items. Een mix van spelers en verbruiksitems, minstens 26 goud, waarvan 18 motherfucking zeldzaam. We hebben 23 uur om ze open te maken, dus ik ben er klaar voor. Ik ga dit op een speciale manier doen. Ik ga het namelijk met mijn neus, met mijn ellebogen, met mijn ogen dicht doen. Nou, niet letterlijk met mijn ogen dicht, maar ik doe het eerst met mijn neus, met mijn elleboog. En als allerlaatste, hoppakee, en als allerlaatste doe ik het dan weer met mijn neus. We maken nu dus het allereerste 35k pakketje open, jongens en meisjes. Ik doe mijn ogen ervoor dicht. Nee, weet je, ik laat mijn ogen open. Ik wil het zien. Het is... Menno! Oké, dat valt jammer genoeg een beetje tegen. Ik had eigenlijk gehoopt dat we echt een zeer epische speler zouden weten te krijgen. Maar Menno is daarentegen niet zeer episch. Hij is daarentegen ook geen ene reet waard, zie ik nu in één keer. Oké, ik wou niet naar mijn actieve selectie. Ik wou heel even gaan kijken bij mijn nieuwe items. Om heel even te kijken... Oh my god, heb ik serieus bijna alleen maar verbruiksitems gekregen? What the actual fuck, guys? Ik heb echt helemaal niks aan verbruiksitems namelijk. Dus het zuigt echt ongelooflijk. Maar nee, we quicksellen even alle andere shit. En dan gaan we ondertussen weer even verder naar wat normale gouden pakketten. Die 5k pakketjes kun je beter niet openmaken. Tenminste, als je veel coins hebt, kun je beter gewoon gaan voor de 7,5k pakketjes. Want daar heb je namelijk een grotere kans op zeldzaamheden. Zoals bijvoorbeeld Team of the Years en dat soort dergelijke. Ik laat dit maar gewoon even de hele kat zien. Laat ik gewoon even verder gaan, zodat we het niet kunnen overslaan. En dan gaan wij voor... Het is... ik dacht wel dat hij zeldzaam was. Het leek namelijk wel even op Royce, maar het is jammer genoeg geen Royce. Royce zou namelijk wel ongelooflijk awesome zijn. Even kijken, hoeveel is deze waard? Ik heb hem namelijk al wel eerder gekregen. En hij is daarentegen ook niet heel erg veel waard. Jammer genoeg was het maar zo. Dan was ik namelijk wel wat blijer geweest dan een speler van rond de 1100 coins. Want dat is namelijk ongelooflijk weinig. Nou ja, ongelooflijk weinig. Dat is misschien een klein beetje overdreven hoe ik het nu zeg, maar het is in ieder geval niet veel. We hebben Sahin hebben we gekregen, wat een Turkse voetbalspeler is. Oké, dan... En dan gaan we snel door naar de volgende, namelijk het pakketje waar de gele man met de bruine baard op staat. En die geeft ons Van Ginkel. Van Ginkel is een Nederlandse voetbalspeler. Jammer genoeg hebben we daar niet veel aan, want ik heb hem namelijk... Ja, ik heb hem nog niet alleen, hij is geen ene reet waard. Ik ga dus echt voor een blauwe speler, voor een Team of the Year, zoals het wil zijn. Daar ben ik namelijk wel, dat is wel iets waar ik een beetje op aan het uitkijken ben, als het ware. Ik heb er nog een 1 weten te krijgen. De kans is natuurlijk ook ongelooflijk klein dat je een Team of the Year krijgt. Maar één ding is zeker, dat is dat ik ongelooflijk goed mijn best voor doen ook, doe. Ook al kun je niet echt je best voor doen om een Team of the Year te krijgen. Je krijgt het, ook al doe je je best er niet voor. Ook al zou je gewoon in een hoekje half liggen te slapen en je zo pakjes openmaken, dan wordt je kans niet groter om een Team of the Year te krijgen. Dan dat je bijvoorbeeld helemaal opgepept achter je computer zit. Wat ik momenteel natuurlijk wel ben, want het hashtag DMG Army is namelijk in de motherfucking building. En ik zie dat jullie allemaal massaal aan het meetweeten zijn met hashtag doe me live. Wat ik ook ongelooflijk awesome vind. Dus dikke vette shout-out naar iedereen die aan het meetweeten is. Naar iedereen die deze video heeft geliked op YouTube. Wat je natuurlijk niet hoeft te doen, maar wat natuurlijk wel mag. En ik pak ondertussen even de Twitch chat erbij om heel even te kijken welke mensen er allemaal aan het kijken zijn naar deze livestream. Daar ben ik namelijk wel ongelooflijk benieuwd naar. Let's see. Even kijken. Ondertussen ben ik een beetje de chat in de gaten aan het houden. Let's go! We gaan nu voor de 7,5k. We gaan gewoon even een tijdje door met 7,5k. We hebben hier 1000 FIFA 15 Ultimate Team Coins gekregen. Laten we die even snel inruilen. En ik ga niet alleen maar van die speciale pakketten openmaken. Zometeen waarschijnlijk nog wel, maar dat zien we dan wel. Ik ben heel benieuwd in ieder geval voor daar ook nog wat awesome shit uit weten te krijgen. Ik heb namelijk het idee dat we sowieso uit de 50k pakketjes wel wat episch gaan krijgen. Er is uiteraard ook een mogelijkheid dat ik daar alleen maar stront uit ga krijgen. Maar dat maakt verder niet uit. We zullen het zien. Ik moet eerlijk toegeven, tot nu toe lijkt het niet echt ongelooflijk goed te gaan. Maar ik heb slechtere tijden meegemaakt tijdens het openen van FIFA 15 pakjes. Even kijken.
Ik heb hier Gardosso gekregen. Oké dan. Lalle, mensen die willen mij wijs maken dat ik Messi heb. Zo ongelooflijk grappig. Want mensen die denken dat ik schijnbaar mijn ogen dicht heb. En ondertussen pakje aan het openmaken ben. Sorry onze meisjes, maar dat gaat hem niet worden deze keer. Oh my god, what the fuck. Oké, maar in ieder geval. We gaan snel door met de 7,5k pakketjes. Om even te kijken of we daar nog wat epische shit uit weten te krijgen. Ik heb hier een zilveren speler. En dat was een speler uit welk land eigenlijk? Ik heb niet goed gekeken. Maakt verder niet uit. Laten we snel doorgaan met de 7,5k pakketjes. Ik ben ongelooflijk benieuwd of we daar nog wat awesomes uit weten te krijgen. We hebben Nada gekregen. Die 66 rated is. En wat enkel een zilveren speler is. Waar ik dus uiteraard niet heel erg veel aan heb. Laten we gaan voor Streepman. Streepman. Oeh, een 85 rated. Nice. Die zijn meestal veel waard. Dat schreven mensen tenminste aan mij. Dus laten we even kijken hoeveel die waard is. Oeh, nice. We hebben een 15k speler gekregen, jongens en meisjes. Die gaat op mijn transferlijst. Die gaat gegarandeerd op mijn transferlijst. Ik heb nu wel mijn hele transferlijst vol zitten. Dat is wel weer wat minder. Dus ik zal er zo meteen weer even wat van weg moeten gooien. Maar dat is in principe geen probleem. Let's see. Nice, laten we snel verder gaan om te kijken wat voor awesome spelers we allemaal nog meer weten te krijgen. Ik heb hier Di Natale. Ik heb geen idee of ik het goed uitspreek, maar dat maakt me helemaal niet uit. Want we gaan namelijk snel verder om te kijken of we nog wat meer epische spelers weten te krijgen. Als jullie nog wat dingen te melden hebben, laat dat natuurlijk weten via hashtag Doe Me Live. Ik zou het namelijk ongelooflijk awesome vinden. Laten we kijken of wij het gezamenlijk als het motherfucking hashtag DMG Army voor elkaar kunnen krijgen. Om hashtag Doe Me Live trending topic te krijgen. Ik hoef dat zoveel pakketje niet eens, weet je dat? Nou weet je, ik ram toch wel even in voor de zekerheid, anders vind ik het namelijk ook weer zo zonde, maar in principe heb ik hem niet eens nodig. Want ja weet je, ik zal jullie gelijk even laten zien waarom ik hem niet nodig heb. Je maakt hem namelijk open en 9 van de 10 zit gewoon alleen maar troep in. Hier bedoel ik, een zilveren speler die waarschijnlijk niet eens meer dan 1000 waard is. Nou dat bedoel ik. Deze quicksetten we even. En dan gaan wij weer even door naar een goudpakket. Laat even via hashtag Doe Me Live weten of jullie willen dat ik een speciaal pakket ga openmaken van 35k. Schrijf maar even met z'n allen naar hashtag Doe Me Live. Ja, speciaal pakket als jullie dat willen. Ik ben ongelooflijk benieuwd hoeveel mensen met hashtag Doe Me Live laten weten dat ze mij dus een speciaal pakket willen zien openmaken. En als jullie het kijken via Twitch, kunnen jullie dus ook even via de Twitch chat laten weten of ik een speciaal pakket moet openmaken. Ik ben er namelijk ongelooflijk benieuwd naar. Dan gooi ik ondertussen even wat spelers weg van mijn transferlijst. Want ik heb namelijk ongelooflijk veel spelers opstaan wat mij enigszins lichtelijk irriteert. Ik heb ook geen idee hoe al die slechte spelers erop komen daarentegen. Dus die quickstyle ook even allemaal. Oh nee, deze was best veel waard. En deze is ook niet heel veel waard. Ozil is geloof ik aardig wat waard. We hebben hier Gaetan en Godin. Die ga ik niet verkopen. Die zijn namelijk allebei in vorm. En we hebben hier Boateng. Hoeveel is die waard? Ik geloof niet dat die heel veel waard is, toch? Die is waard. Nee, die is ook geen ene reet waard. Ik heb ook serieus geen idee waarom die op mijn transferlijst staat. Maar laat even via hashtag Doe Me Live weten of jullie mij weer een speciaal pakket willen zien openmaken. Laat het ook even weten in de Twitch chat. Ik neem namelijk aan dat heel erg veel mensen het leuk vinden om mij een speciaal pakket te zien openmaken. Ik zal nu trouwens weer even mijn Twitter erbij pakken om heel even te kijken welke mensen er allemaal aan het meest spammen zijn. Ik vind het namelijk ongelooflijk awesome. Ja, om te zien dat iedereen dus aan het meest spammen is. Super tof. Dikke vette shout-out naar elke kijker die dat aan het doen is. En dan gaan we dus nu even een speciaal pakket openmaken. Want schijnbaar willen veel mensen mij dat zien doen. En dan gaan we dus nu even een 35k pakketje weer openmaken. Dan hebben we er namelijk nog 4 van. Dus let's go. 35k jongens en meisjes. Wat gaat er in dit pakket verschuild zitten? Dat is een beter pakket zeer waarschijnlijk dan 7,5k. Het is... Nee, dat wou ik niet. Oh shit, we hebben echt een stronspeler gekregen gewoon. Oh, daar kan ik zo hekel aan hebben. Dat is zo jammer, want welke hebben we nou zojuist gekregen? We hebben geloof ik Eto'o gekregen of zo. Ja, we hebben echt... Oh my god, we hebben echt alleen maar troep gekregen gewoon. Dat is ongelooflijk. Nou, die moeten we allemaal weer gaan quicksetten. Oké, ik wil een revanche. Ik wil een revanche. Kom op. Please. Please. 35k. Please. Geef me iets cools. Geef me iets goeds. Geef me iets waar ik blij van word. Defoe! Ja, en fucking veel zilveren. Of nou ja, fucking veel zilveren en wat zilveren. Misschien hebben we een andere zeldzame weten te krijgen. Bijna allemaal 80 rated. En welke heb ik nou gekregen? Defoe. Defoe. Hoeveel is die waard? Even kijken. Is die veel waard? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Nee, die is ook niet veel waard. Oké, dat is een beetje jammer. Ik had eigenlijk gehoopt dat we hier een awesome speler uit zouden weten te krijgen. Maar schijnbaar bleek niets minder waard te zijn. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Zullen we zo meteen even een 50k pakketje openmaken? Jongens en meisjes, laat het me even weten. Ik ga namelijk niet al te lang streamen. Maar ik vond het wel leuk om jullie gewoon even een livestream te doen. Om gewoon even te kijken wat voor awesome spelers ik nog allemaal kan krijgen in deze livestream. En laat eens even via hashtag Doe Maar Live weten of jullie mij een 50k pakketje willen zien openmaken. Wat dus het allerduurste pakketje is wat er momenteel tot mijn beschikking is. En laat me dat ook even in de Twitch chat weten of jullie mij een 50k pakketje
pakketje willen zien openmaken. Ik ben namelijk eerlijk gezegd ongelooflijk benieuwd wat voor spelers wij uit een 50k pakketje zouden kunnen krijgen. Zelf denk ik dat we er wel wat awesome shit uit zouden weten te krijgen, maar ik weet het uiteraard niet zeker. Maar dat zullen wij waarschijnlijk snel genoeg gaan ervaren. Wij gaan namelijk eerst nog even door met het openmaken van 7,5k pakketjes. Om even te kijken of we daar nog wat epische shit uit weten te krijgen tot nu toe. Gaat het aardig, moet ik eerlijk toegeven. Ik heb tot nu toe nog niet echt pakjes gehad waarvan ik gewoon echt moest huilen als het ware. Zo slecht dat ze wel niet waren. Dan moet ik eerlijk toegeven, ik heb ook geen pakjes gehad waarbij ik gewoon in de lucht kon springen zo goed als ze waren. Dus het is nu nog een beetje half om half. Maar hey, ik bedoel, half om half, dat hoeft uiteraard niet slecht te zijn. Dus let's see. Ik heb hier heel erg veel spelerherstelkaarten. Hebben we niet heel veel aan, jammer genoeg. Ik had ondertussen Twitter nog even in de gaten om te kijken welke bazen er allemaal nog aan het meetweeten zijn. En ondertussen, oké, heel veel mensen die willen mij een 50k pakketje openmaken. Let's go for it. Ik ga aan het einde van de stream ga ik ook nog een 50k pakketje openmaken. Dus als jullie na dit 50k pakketje vragen of ik er meer wil openmaken, dan loop je alleen maar kans om een band te krijgen. Dus ik zal dat als ik jullie was niet doen. Gewoon lekker blijven kijken en ik maak een 50k pakketje open wanneer ik hem openmaak. En dat is bijvoorbeeld nu. Oké. FIFA, EA, alsjeblieft. Ik heb alles van jullie gehouden. Oké, misschien niet altijd, want ik speel jullie namelijk pas sinds december. Maakt helemaal niet uit. Geef mij anders even een fucking motherfucking blablabla, een motherfucking blauwe kaart. Ik zou het ongelooflijk awesome vinden. Ik ga nu dit 50k pakketje openmaken. 12 goud, 12 zeldzaam, alleen maar spelers. Dit kan eigenlijk alleen maar goed uitpakken. Zou je zeggen, sorry microfoon voor het slaan van je. Ik word gewoon zo enorm enthousiast van. Oh mijn god, ik moet een kussen, want ik ben zo enorm benieuwd. Oké, 3, 2, 1, let's go. Ik ga hem openmaken en ik draai hem gelijk om, want ik ben namelijk ongelooflijk benieuwd wat eruit gekomen. Oké, 3, 2, 1, let's go. Was het een 50k? Dit is geen 50k, toch? Had ik nou een 35k? Oh, kut. Ik heb denk ik een 35k gedaan, of niet? Touran. Oké, dit was geen 35. Dit was geen 50k. Maakt niet uit, dan hebben jullie gewoon geluk dat ik per ongeluk deze ook nog openmaakte. Hoeveel is deze waard? Ik geloof dat deze ook aardig wat waard is. Als hij niet al te veel waard is, nee, dat valt allemaal heel erg mee. Nee, jullie wouden mij een 50k zien doen, dus let's go. We gaan nu echt voor de 50k, jongens en meisjes. Ik ben zo ongelooflijk benieuwd of daarin gaat zitten. Oké, kom op, 50k jongens en meisjes. Mijn allereerste 50k pakketje ooit. Dit is geloof ik ook het duurste pakketje wat ik ooit heb opengemaakt in FIFA. We krijgen een 85 rated. Oké, rustig kijken joh, rustig kijken. Wat heb ik gekregen? Dit is ook de enige die ik nog niet had. Hij is 85 rated en het is een... Oké, het is een 15k speler. Is niet heel verkeerd, is ook niet heel goed, maar het is in ieder geval wel te doen. Het is in ieder geval wel te doen. En voor de rest is het eigenlijk, oh ja, zijn het alleen maar spelers die ik al heb. Dus we hebben het geld niet weten uit te werken, jammer genoeg. Dus deze ga ik gelijk allemaal quick set, zodat ik een klein beetje van mijn geld nog terugkrijg. Oké, we gaan weer door naar de goudpakket. En nogmaals, ik ga het laatste, aan het einde van de stream, ga ik nog zo'n heel groot pakket openmaken. En die 35k pakketjes maak ik gewoon een beetje door de stream heen, maak ik die open. Om te kijken wat we daar allemaal nog uit weten te krijgen. Maar tot nu toe nog geen blauwe speler, nog geen inform of iets anders. Maar we gaan de hoop natuurlijk niet opgeven, want misschien krijgen we nog wel een inform of een andere awesome speler. Ik weet ook niet hoeveel de duurste inform momenteel waard is. Ik geloof dat die aardig wat waard is daarentegen. Meestal is er namelijk altijd wel één inform van alle informs van Team of the Week die enorm veel waard is. Ik had bijvoorbeeld een tijdje geleden inform Silva die echt een paar 100k waard was. Ik geloof dat die 600-700k waard was als het niet meer is. En daar ben ik ook nog steeds ongelooflijk blij mee. Ik heb die speler namelijk nog steeds uiteraard. Zou een beetje raar zijn als ik hem niet meer had. Dan zou ik hem namelijk of gequick zelf moeten hebben of ik zou hem... ik weet niet wat ik anders zou mee moeten doen. Ja, ik zou hem natuurlijk ook verkocht kunnen hebben via mijn transfer live. Nee, dat zou ik niet doen hoor. Dat zou ik niet doen. Ik zou niet zomaar zo'n ongelooflijk zeldzame speler wegdoen. Ik bedoel... Ik zou op sommige punten misschien niet de meest ervaren FIFA-speler zijn. Slash pack opener. Maar ik kijk wel... mijn stem is nog even over. Maar ik kijk daarentegen wel aardig goed uit met welke speler ik quick sell. Tenzij ik natuurlijk echt in een rush ben. En enorm veel pakjes aan het openmaken ben. Zonder er eigenlijk goed op te letten van wat ik nou eigenlijk open. Oh god guys, wij hebben een inform. Yeah, ik zei het al tegen jullie. We gaan misschien nog wel kans maken op een inform. En ik had schijnbaar gelijk. We hebben namelijk een inform village. Of hoe je het ook moet uitspreken. Ik weet het niet. Is hij veel waard? Is hij veel waard? Ah fuck, hij is maar 10k waard. Nee, ik bedoel... Het is een inform en je hoort mij eigenlijk nooit klagen over een inform. Dat houdt in ieder geval in dat wij het geld wat we aan het pakje hebben besteed weer terug hebben weten te krijgen. Ook al was het dus niet zo'n hele zeldzame inform. Een inform is een inform en ik ben er eigenlijk ook vrijwel altijd blij mee om een inform te krijgen. Dus dat is voor mij weer een extra bron van motivatie wat mij eigenlijk aanspreekt. En zegt, Job, jij gaat ervoor. Jij gaat nog een awesome blauwe kaart krijgen, een blauwe speler. Of dat ook echt zo is, dat weet ik uiteraard niet. Maar ik ga er in ieder geval wel ongelooflijk goed mijn best voor doen. Dus let's freaking go. Ik ga gewoon lekker door met het openmaken van pakjes. En we zien vanzelf wel welke spelers wij allemaal nog zouden kunnen krijgen. Ik ga ze allereerst even deze 5000 coins inruilen. Want die heb ik namelijk eigenlijk wel weer nodig. Want 5000 is namelijk over het algemeen gezien. Was het 500 of 5000? Ik denk 5000. Want van die 500 coins inruilkaart als het ware. Die zijn geloof ik zilver als ik het goed heb. Of brons.
Ik weet het niet precies. Maar dat doet er ook verder even niet aan toe. Ik ga namelijk dan ook weer even een speciaal pakketje openmaken van 35k. Om heel even te kijken of we daar nog wat episch uit weten te krijgen. Maar in eerste instantie is het gewoon de bedoeling dat we zoveel mogelijk van die 7,5k pakketten openmaken. Om te kijken wat we uit die 7,5k pakketten kunnen krijgen. Want tot nu toe zijn het in ieder geval alleen maar goede spelers geweest. Of alleen maar goede spelers. We hebben in ieder geval al een inform weten te krijgen. Die jammer genoeg niet heel erg zeldzaam was. Maar het was in ieder geval wel een aardig goede speler. Ik weet trouwens ook niet hoe. Zijn snelheid lag daarentegen wel ongelooflijk laag. Ik geloof dat zijn snelheid op 56 lag. Wat natuurlijk ongelooflijk laag is. Ten opzichte van de snelheden van bijvoorbeeld. Nou, noem eens een keer een speler die echt een ongelooflijk hoge snelheid heeft. Ik geloof dat Robben een hele hoge snelheid heeft. Echt een ongelooflijk hoge snelheid. Maar voor de rest, I don't know. Ja, Messi heeft natuurlijk een ongelooflijk hoge snelheid. Ronaldo heeft een ongelooflijk hoge snelheid. En zo zijn er natuurlijk wel meer spelers die echt een hele goede snelheid hebben. Maar die inform die ik net kreeg, de snelheid daarvan, die viel jammer genoeg een beetje tegen. Maar daarom was hij waarschijnlijk ook wel niet al te veel waard. Ook al is het natuurlijk niet zo dat alleen de rating van de speler natuurlijk niet alleen bepaald wordt door de snelheid. Maar natuurlijk wel gedeeltelijk. Oké, let's see. Ik heb hier een 81 rated. Nog steeds niet echt iets waar ik wat aan heb. Het is ongelooflijk. Het lijkt alsof mijn packluck minder is geworden door de tijd heen of zo. Het klinkt misschien raar. Jullie zullen misschien ook denken van, Job, je packluck is minder geworden door de tijd heen. Hoe zou dat nou weer mogelijk moeten zijn? Ik heb serieus geen idee hoe dat mogelijk zou moeten zijn. Want in het begin krijg ik namelijk betere packs, lijkt het wel. Maar ja, dan moet ik zeggen, ik bedoel, de kans dat we nu Team of the Year krijgen is natuurlijk al ongelooflijk klein op zich. Want een Team of the Year die krijg je namelijk bijna niet helemaal niet wanneer je Job van Doe Maar Gamer bent. En nou ja, eigenlijk heeft het helemaal niks te maken met het feit dat ik Job van Doe Maar Gamer ben. Dat heeft natuurlijk gewoon met te maken met het feit dat ik momenteel nog niet zoveel geluk heb mogen hebben voor het krijgen van een Team of the Year. Ik weet niet of jullie al Team of the Years hebben weten te packen. Ik denk het eigenlijk niet. Maar er zal vast wel iemand zijn die het kijkt die wel even weet voor elkaar te krijgen. Tot nu toe ben ik in ieder geval niet heel erg veel mensen tegengekomen op Twitter en op YouTube die het voor elkaar hebben weten te krijgen. Wel een aantal. Maar ik zou natuurlijk ook een Team of the Year kunnen kopen. Maar ja, het is natuurlijk veel leuker om er eentje te packen. Maar meestal is het ook zo dat als je er eentje packt en hij is bijvoorbeeld 3 miljoen waard, dan heb je gelijk wel al je coins terug die je door de tijd heen hebt besteed aan FIFA pakjes. Dus het is eigenlijk gewoon een kwestie van veel geluk hebben en hopen dat je een awesome speler eruit krijgt. En daarom ga ik zo meteen ook weer even een 35k pakketje openmaken om heel even te kijken of ik daar nog wat awesome shit uit zou weten te krijgen. Maar in het tussen gaan wij gewoon nog even lekker door met het openmaken van de 5 en, of niet van de 35k, maar van de 7,5k pakketjes. Jullie kunnen ondertussen lekker mee tweeten met hashtag Doe Mijn Live zoals het hieronder staat aangegeven. Bij mijn facecam 3 woorden, 3 hoofdletters. Bij Doe de hoofdletter D, bij Maar de hoofdletter M en bij Live de hoofdletter L. Laten we kijken of we hashtag Doe Mijn Live trending topic zouden kunnen krijgen. Ik zou het namelijk ongelooflijk awesome vinden. Maar we zullen vanzelf wel zien of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. Ik ga als allereerst in ieder geval even alle spelers transferen of niet transferen, maar allemaal even quicksetten die ik niet meer nodig heb of die ik al eerder had. En als jullie nou ook goedkoop en betrouwbaar, maar bovenal snel, zodat je het snel binnenkrijgt, FIFA 15 Ultimate Team Coins willen kopen, dan raad ik jullie zeker weten aan dat te doen op coinsfifakopen.nl. Betrouwbare, snelle en goedkope website om jouw FIFA 15 Ultimate Team Coins te kopen. En als je de code JOB invoert, alles in hoofdletters JOB, krijg je deze week 10% korting en na deze week gewoon 7% korting. Dus waar wacht je nog op? Ik denk van, ik zeg het even voor de mensen die dit kijken en die denken van, Job, ik wil ook graag packs openmaken, ik wil ook graag coins kopen. Je weet jullie dus nu de juiste website ervoor. Er zijn natuurlijk meer websites, maar dat is de website die ik jullie aanraad. Oké, let's see. Hopelijk krijg ik nog een awesome inform. We hebben in ieder geval 1 inform mede te krijgen. Ik ben ongelooflijk blij dat we dat moment in ieder geval al hebben mogen ervaren in deze livestream. Voor hetzelfde geld hadden we het niet eens voor elkaar gekregen om 1 inform te krijgen. Dat zou natuurlijk helemaal lullig zijn geweest. Maar ja, lullig. Het is natuurlijk nooit lullig. Ik bedoel, ik maak packs open omdat ik het leuk vind. Dus het kan natuurlijk nooit lullig zijn als je geen informs krijgt. Ik bedoel, je hebt er in ieder geval van kunnen genieten van de packs openmaken. Ook zou het natuurlijk wel awesome zijn als je een inform zou kunnen krijgen. We hebben Lopez gekregen. Een Spaanse speler die niet een gouden speler is, maar wat een zilveren speler is. Beetje jammer dat het geen gouden speler is. Maar je kunt er natuurlijk ook niet van uitgaan dat je altijd maar gouden en zeldzame spelers krijgt. Ik krijg daarentegen wel bijna altijd gouden spelers. Bij echt letterlijk bijna altijd. Als je 7,5k pakketten openmaakt. Dan heb ik het dus niet echt over gouden spelers zeg maar glimmen. Maar ik zoek eigenlijk meer de blauwe spelers. Of uiteraard de inform. Oftewel de zwarte spelers. Ik ga zo direct weer even een 35k pakketje openmaken. Ik ben namelijk wel benieuwd wat we daaruit weten te krijgen. Dus jongens, meisjes, laat me even weten via hashtag Doe Maar Live. 3 woorden, 3 hoofdletters. Bij Doe de hoofdletter D, bij Maar de hoofdletter M en bij Live hoofdletter L. Of jullie willen dat ik weer een 35k pakketje ga openmaken. Aan het einde van de livestream ga ik ook nog een 50k pakketje openmaken. Dus hopelijk hebben jullie er allemaal ongelooflijk veel zin in. Maar laat me dus even via hashtag Doe Maar Live weten of jullie mij weer een speciaal pakket willen zien openmaken. En jullie kunnen het uiteraard ook hier rechts in de comments laten weten via Twitch. En als jullie dit niet kijken via Twitch, ja, dan kijken jullie het waarschijnlijk via YouTube. En dan heeft het niet veel zin om het mij in de comments te laten weten. Ook kan het natuurlijk wel, ik bedoel, moet je zelf weten. Alleen dan is het niet meer live, dus dan kan ik jouw comment niet echt meenemen in mijn toekomstige gameplay, als het ware. Maar dat lijkt me over het algemeen gezien vrij logisch. Even kijken. Ik ga het dus nog even door met het openmaken van een paar 7,5k pakketjes. Intussen wacht ik even op jullie reacties.
Ik heb tot nu toe echt bijna alleen nog maar verbruiksitems die ik nog niet heb. Of ja, die ik dan wel heb, maar die ik zeg maar kan gebruiken. Voor de rest heb ik echt vrijwel alles al. Ik heb namelijk echt elke speler wat al gepakt. Kijkend naar gewoon de normale gouden spelers. Waarschijnlijk is het niet elke speler die ik al gepakt heb. Maar het zijn er in ieder geval een hele hoop. Want ik krijg namelijk tot nu toe bijna alleen nog maar dubbele gouden spelers. Ik heb ook, ja, alleen de informs heb ik zowat niet dubbel. En zelfs die heb ik laatst al een paar keer dubbel gekregen. En de Royce heb ik natuurlijk ook al een paar keer dubbel gekregen. Wat ook nog een 250k speler is. Die heb ik gelukkig ook al meerdere malen weten te transferen voor 250k. Wat best wel nice is als je er zo over nadenkt. Want ik bedoel, 250k is best wel lekker om even te krijgen wanneer je een pakje hebt opengemaakt. Dan heb je namelijk het geld van het pakje in ieder geval weer keihard terugverdiend. Oké, jullie willen mij schijnbaar een motherfucking speciaal pakket zien openmaken. Dus ik denk dat ik dat maar even ga doen. Even kijken. Zo ongelooflijk grappig dat mensen mij proberen te laten weten dat ik Messi heb terwijl ik nog niet eens heb gekregen. Jongens en meisjes, denken jullie dan serieus dat ik aan het streamen ben zonder dat ik zelf zie welke kaart ik krijg? Wauw, echt ongelooflijk dat mensen dat denken. Oh, ik vraag me serieus af of die mensen dan gewoon niet snappen dat ik ook nog de gameplay in de gaten hou. Ik heb geen idee. Misschien denken ze dat mijn facecam eerst is opgenomen daarna de gameplay. I don't freaking know, maar what the fuck. Geniaal. Oké, ik hou dus even alles in de gaten. Lego. Wat kunnen we nog meer krijgen? We hebben hier een Benatia gekregen. Oké, die is niet heel veel waard, jammer genoeg. Oké, laten we even een speciaal pakket gaan openmaken. Jullie willen dat? Ik ga dat doen. Let's go. We hebben er nog één over van 35k. Dus dat is de allerlaatste. EA, FIFA, geef me wat leuks alsjeblieft. Ik zou het ongelooflijk waarderen. Is het een zeldzame speler? Is het geen zeldzame speler? Het is... Fuck! Nee, geen fuck, maar geen zeldzame. Nee, dat wil ik niet. Ik wil een zeldzame. Oké, let's see. Weet je, fuck die shit, ik ga ook gelijk een 50k pakketje openmaken. Nu wil ik er ook voor gaan ook. Ik heb er een goed gevoel over. Mijn tepels worden hard. Ik geloof erin. Ik ga voor mijn allerlaatste 50k pakketje. Ik haal mijn handen van mijn controller af. Ik kijk naar mijn beeldscherm. Ik kijk in mijn webcam. Ik kijk alleen maar in mijn webcam. Shit! Nee! Nou, why? Ik wou een motherfucking zeldzaam... Wat? Ik heb alleen maar dubbele weder te krijgen. What the actual freaking fuck? Ik heb ze allemaal gequickseld. Had ik misschien niet moeten doen. Er zat geloof ik een zeldzame bij. Maakt niet uit. Dat was geen zeldzame. Als je echt zeldzaam was, dan was het waarschijnlijk een blauwe geweest. En dat was het niet. Dus ja. Jammer. Heel jammer. Maar ja, ik kan er niks aan doen. Ik bedoel, nu hebben we het alleen nog maar. Nu kunnen we het alleen nog maar krijgen uit de 7,5k pakketjes. Dus laten we hopen dat we daar nog wat epische shit uit zouden weten te krijgen. Ik heb er in ieder geval een ongelooflijk goed gevoel over. Voor de mensen die denken, joh, zo heb je er een ongelooflijk goed gevoel over. Nou ja, we zijn alweer een tijdje bezig. En ik ga ongeveer tot 9 uur streamen voor de mensen die dat zich afvragen. Maar het wordt dus niet een ongelooflijk lange stream. Maar hey, ik vind het gewoon leuk om jullie te streamen. Of dat nou lang of kort is, een stream is een stream. En ik vind het leuk om die interactie met jullie te hebben. En om te zien dat jullie als baas aan het meetweeten zijn met hashtag DoeMeLive. Oké, let's see. Ik zal even mijn club erbij pakken, by the way. Let's see. Ik ga even mijn club inkijken. Even kijken welke spelers ik nou tot nu toe eigenlijk allemaal heb. Ben ik wel benieuwd naar. Mijn club. Oké, deze is even voor alle mensen. Wacht even, even kijken. Hoe de fuck kun je een speler zoeken? Oh, ik heb al aardig wat informs, by the way. Kan ik staf zoeken, club item zoeken? Spelen zoeken. Niveau doen we op goud. En dan gaan we hoppakee zoeken. Oké, Silva, dit zijn allemaal informs. Nope, jongens en meisjes. Tot ja, geen motherfucking mesje. Ik heb ook een normale. Huh? Wie heb ik die dan? Ik heb gewoon een motherfucking normale Silva ook. Dat wist ik niet eens. Maar nee, dat is even voor alle grapjassen die wouden mededelen dat ik mesje heb gekregen. Lach, lach, lach. Leuk. Ik geloof er toch niks van, maar hey. Ik wou sowieso even mijn clubje kijken om even te kijken hoeveel informs ik nou tot de tijd, door de tijd heen nou eigenlijk al heb gekregen. Let's see. Ik kan tussen alles nog even goed in de gaten. Lego. Het zou ongelooflijk leuk zijn als we nog even een zeldzame speler zouden weten te pakken. Of dat ook gaat lukken, dat weet ik uiteraard niet. Maar we zullen het zien. We gaan door naar het volgende 7,5k pakketje. Niet veel speciaals in dit pakketje, jammer genoeg. Let's go, Vada. Ik ga binnenkort waarschijnlijk ook gewoon lekker FIFA spelen. Ik heb namelijk ongelooflijk veel goede spelers momenteel. En ik wil die binnenkort allemaal gaan toepassen in mijn team. En dan waarschijnlijk komen er binnenkort ook FIFA video's aan op mijn game kanaal Noemer Game. Ik hoop dat jullie dat alles me gaan vinden. En dan met FIFA video's bedoel ik dus video's waarbij ik FIFA ga spelen. En wat ik bedoel met FIFA ga spelen betekent dus dat ik carrière modus ga doen of iets dergelijks. Ik neem namelijk aan dat jullie dat allemaal wel awesome vinden. Ik denk dat ik voor carrière ga. En dan ga ik dus gewoon even kijken
Ik weet niet, kun je met carrière, kun je dan, ik geloof niet dat je dan je eigen team kan samenstellen. I am not really sure about it. Maar ik ga in ieder geval tot 9 uur streamen. Dus de komende 20 minuten kunnen jullie nog gaan genieten van deze stream. Kunnen jullie nog allemaal mee blijven tweeten met hashtag DoeMeLive. En hoop ik uiteraard dat jullie er allemaal ongelooflijk mee kan gaan vermaken. En de komende 10 minuten kunnen wij dus ook kans maken op een inform of op een blauwe speler. Of het ons gaat lukken om een blauwe speler of een inform te krijgen. Ja, die kans is uiteraard ongelooflijk klein. Maar we zullen het vanzelf gaan ervaren. Let's go. Even kijken, ik zie daar ook een 75 rated. Ondertussen blijf ik gewoon even kijken of we nog een awesome speler kunnen krijgen. Dat is de T-Mobile man, the one and only. Sommige mensen noemen hem ook wel Streepman, maar ik noem hem de T-Mobile man. Let's go. Ik zou eigenlijk niet weten. Ik kan trouwens wel even kijken zo in de shop hoeveel nou de blauwe spelers gemiddeld waard zijn. Ik weet niet of je dat in de shop kan invoeren om daarachter te komen. I'm really not sure about that, maar we zullen het zien. Ik ga dit maar laat ik de cutscenes gewoon even lekker uitgaan. Het lijkt alsof ik dan meer geluk heb. In de tijd dat ik dat zeg maar wel liet gaan, die cutscenes, krijg ik op een of andere manier betere spelers. Misschien is het gewoon flauwekul, maar het is wel hoe het zit. Ter Stegen, heb ik die al een keer gekregen? Schijnbaar wel. Hoeveel is die waard? Hij is 82 rated. En hij is waard niet heel erg veel, jammer genoeg. Had ik ook wel kunnen verwachten. Anders was ik waarschijnlijk al wel een keer uit mijn plaat gegaan toen ik hem had gekregen. Dat heb ik niet. Dus ja, vandaar. Let's go to the next one. Dat is de one and only Streepman. Die kijkt alsof hij een of andere superheld is. Wat ook wel mag als hij iets leuks ons geeft. Hij geeft ons Subo Teach. Hoe de fuck spreek ik dat nou weer uit? Zullen we even kijken hoeveel die waard is. Valt ook heel erg veel mee. Heel veel spelers die dat BVB logootje hebben, die zijn veel waard op een of andere manier. Ik heb dat namelijk ook al gehad met Royce. Heb ik dat gehad met... ook nog een paar andere spelers. Ik weet momenteel even niet precies welke spelers het allemaal waren waarbij ik dat had. Maar in ieder geval een heel aantal. Deze quicksell ook even snel allemaal. Er zit namelijk niks interessants bij. En dan gaan we snel verder om te kijken wat we nog meer kunnen krijgen. Hoe quicksell ik dan? Gewoon zo of niet? Mensen zeiden dat je dan... Oh zo ja. Zo. Kan ik wat sneller quicksellen, weet je? Dat scheelt weer een hele hoop tijd. Tenminste, het scheelt niet echt een hele hoop tijd in eerste instantie. Maar na meerdere keren scheelt het wel een hele hoop tijd. Hoppakee. Als ik namelijk zie van er zit echt alleen maar troe bij een quicksell, ik het liever in één keer. Dan dat ik er zeg maar bij blijf hangen of iets dergelijks. Tenzij ik bijvoorbeeld een zilveren speler of een gouden speler zie die ik nog niet heb. Ook al is de kans dat ik zulke soort spelers tegenkom vrij klein. Want ik heb namelijk echt ongelooflijk veel spelers weten te pakken door de tijd heen. En dat waren niet de beste spelers, to be honest. Maar we zullen het zien. Misschien krijgen we nog wat awesomes. Let's go. Quicksell daarentegen wel even alles wat ik naar mijn gevoel niet kan gebruiken. En jullie kunnen uiteraard lekker blijven meetweeten met hashtag DoeMeLive. 3 woorden, 3 hoofdletters. Doe met hoofdletter D, maar met hoofdletter M en live met hoofdletter L. We hebben in ieder geval 1 inform weten te krijgen in deze livestream. Het zou ongelooflijk awesome zijn als we nog een meer inform zouden weten te krijgen. Of als we natuurlijk een blauwe speler zouden weten te krijgen. Ik weet niet welke spelers er momenteel verkrijgbaar zijn rondom Team of the Year. I am not really sure about it, maar we zullen er waarschijnlijk nog wel een keertje gaan achterkomen. Dat hoop ik tenminste, wanneer we er uiteraard eentje pakken. We zullen het zien. Sommige mensen die packen namelijk gewoon een motherfucking blauwe speler binnen 2 packs of zo, weet je wel. Dan zit ik echt zo van, holy shit, hoeveel geluk hebben jullie wel niet? Hoe krijgen jullie het voor elkaar om zulke goede spelers te krijgen in zo'n ongelooflijk korte tijd? Bij mij duurt het namelijk op de een of andere manier allemaal wat langer, zoals jullie kunnen zien. Ook al ga ik de hoop natuurlijk niet opgeven. Want misschien maken we zo meteen nog kans. Let's see. Iemand is echt 50k pakketjes. Dat wordt heel erg moeilijk wanneer er geen 50k pakketjes meer zijn. Want jij jongens, meisjes, er zijn geen 50k pakketjes meer. Dat is zo jammer, maar het is nou eenmaal zoals het is. Even kijken. Let's go. Ik zou deze even allemaal quicksellen. En dan gaan wij ondertussen door met het nieuwe 7,5k pakketje. Om te kijken wat daar nog allemaal in zit. Nou, niet veel interessants. Voornamelijk verbruiksitems. Ik vind die verbruiksitems onderhand een beetje irritant worden, to be honest. Puur om het feit dat ik namelijk bijna alleen nog maar verbruiksitems krijg. Het is ongelooflijk. Het zou chill zijn als je 10 pakketjes tegelijkertijd kon openmaken. Zie je het voor je? Dat je dan gewoon letterlijk gewoon 10 pakketjes in elke hoek van je scherm. Bijvoorbeeld gewoon zo'n reisje met pakketjes die dan tegelijkertijd open gaan. Dan zou het tenminste makkelijk zijn om pakketjes open te maken. En dan zou je ook gewoon meerdere pakketjes in één keer kunnen openmaken. Om er dus achter te komen of je wat nice hebt gekregen, als het ware. Want tot nu toe moet je namelijk elke keer 1 pakketje openmaken. En 9 van de 10 zit er natuurlijk niks nuttigs in. Terwijl er natuurlijk wel wat nuttigs in kan zitten. Maar ja, dan moet je natuurlijk ongelooflijk veel landparts. Die is geloof ik best zeldzaam. Nee, die is niet zeldzaam, maar die is geloof ik best goed. Hij heeft 80 pace. Het is een keeper. Nee, het is geen keeper. Dat zie je ofwel. Ik weet het niet. Maakt verder ook helemaal niet uit. Ik bedoel, het maakt net of het een keeper is. Het is geloof ik geen keeper, maar dat maakt verder niet uit. Ook al zou het wel zijn. I don't fucking care. Want wij gaan namelijk verder om te kijken wat voor awesome spelers wij nog meer zouden weten te krijgen. Torres hebben we gekregen. Dat is ook niet echt heel erg goed. Jammer genoeg. Nog steeds gaan we natuurlijk voor een team of tier. Dat is natuurlijk waar we voor strijden, waar we naar streven. Waar wij voor op deze planeet zijn gekomen. Oké, dat is misschien een heel klein tikkeltje overdreven. Maar ik bedoel, laten we eerlijk zijn. Dat is natuurlijk wel een beetje waar wij voor gaan. Voor een team of tier. Dus let's go, Vada. 7,5k pakketje, let's go. Oké, daar zit ook niet veel in. We hebben DAP gekregen. Ik heb geen idee wat voor speler dat nou meer is. Ik zag hem daar namelijk net rechts staan. Deze video wordt uiteraard, of deze stream wordt uiteraard ook geüpload op YouTube. Dus stel, jij komt later bij de stream aan en jij denkt van, oh mijn god, Job, ik heb het begin gemist. Nee, je kunt later altijd nog de gehele stream terugkijken als je dat interessant vindt. Namelijk gewoon op youtube.com/doemaargame. Dus dan weten jullie dat. Let's go.
Nope, ook niet veel. Ligt het aan mij, jongens en meisjes, of zit mijn packluck momenteel gewoon niet heel erg mee? Ik geloof het niet. Ik geloof dat mijn packluck momenteel packluck niet heel erg mee zit. Even kijken. Ondertussen hou ik heel goed alles in de gaten. Oké. Oh, kut, wat doe ik? Ja, een bronspakket. Ja, joh, laten we een bronspakket openmaken. Je krijgt namelijk niks uit gouden pakketten. Slim. Nee, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin. Het openmaken van een bronspakket. Krijg je namelijk helemaal zooi uit. Ja, helemaal zooi uit. Dat is misschien een beetje overdreven. Maar uit bronspakketten krijg je helemaal niet veel goeds. Tenzij uiteraard... Zijn er bronzen in Forms? Ik geloof het wel, toch? Je hebt bronzen, zilver en gouden in Forms, als het goed is. As far as I know. Zou er ook een blauwe in Form? Hoe episch zou dat zijn? Gewoon een blauw speler tegelijkertijd in Form. Of blauwe spelers zullen waarschijnlijk altijd wel gewoon in Form zijn. Maar jullie begrijpen wat ik bedoel. Ik wil het gewoon wat epischer maken dan het toch is. Je hebt geloof ik op Xbox heb je van die Legends. Jammer dat ze die niet bij PC hebben. Dat zou ongelooflijk awesome zijn. Als ze die bij PC hadden. Dan zou je namelijk van die witte kaart weten te krijgen. Maar nee, dat is jammer genoeg niet zo. Dus we zullen het maar gewoon even moeten doen met de kaart die wij... Of de spelers die wij via de PC weten te bemachtigen. Wat natuurlijk ook gewoon hele awesome spelers kunnen zijn. Ook al moet je daar natuurlijk wel aardig wat geluk voor hebben. Maar daar eens een keer, want we gaan namelijk lekker verder. Let's go. We hebben hier een goud pakje met daarin. Ah, je moet even laden hoor, jongens en meisjes. Er zijn meerdere mensen FIFA aan het spelen, denk ik. Nee, daar hoeft het uiteraard niet mee te maken te hebben hoor. Soms doet FIFA gewoon een beetje langzaam, omdat hij namelijk heel even moet reconnecten naar de servers toe. Dat hoort er namelijk ook gewoon bij. Nou, hier is het ook niet heel veel interessants bij. Dus die quick sell ook even allemaal. En dan ga ik door met het openmaken van het volgende pakketje om even te kijken wat daarin zit. Let's go. Oeh, yeah, tweede in vorm uit de livestream. Yeah, bitches. Hashtag DMG Army voor de motherfucking win. Laten we even via Twitter weten dat het hashtag DMG Army in de building is met een inform. Met hashtag doe maar live. 3 woorden, 3 hoofdletters. Doe maar live. Hoeveel is deze waard? Waarschijnlijk niet heel veel, maar we hebben wel weer een inform erbij weten te krijgen. Ah, kijk. Een 19k inform. Niet verkeerd. Oh, fuck, mijn stoel begint te haken. Oh man, dit is alweer... What the fuck, waarom haakt mijn stoel? Oh, dit is alweer de tweede inform die ik heb weten te krijgen. Dat is ongelooflijk nice. Of ja, ongelooflijk nice. Het is in ieder geval pittig chill als je er zo over nadenkt. Ik bedoel, voor Childred hadden we helemaal geen inform weten te krijgen. Dus yeah, hij is maar 10k waard. Maar het is in ieder geval wel een inform. Wat natuurlijk alleen al nice op zich is. Ook al zeg ik het zelf. En we hebben hier weer een nieuwe zilveren speler erbij weten te krijgen. Die ik ook nog niet gekregen heb. Ja, het is daar echt niet heel veel waard. Oké, dan ga ik even snel deze munten inruilen. Om even te kijken of ik daar nog wat awesomes door kan krijgen. En let's see go. We gaan snel verder. Ik quick zo even alles wat ik niet nodig heb. En dan gaan we weer door naar het volgende pakketje. Onze tweede inform hebben we in ieder geval weten binnen te halen. Het zou natuurlijk ongelooflijk awesome zijn als we voor onze derde inform zouden kunnen gaan. De kans is natuurlijk niet heel klein dat we dat voor elkaar gaan krijgen. Maar hey, wie niet waagt blijft maagd. Ik bedoel, wie niet waagt, wie niet. Wie niet waagt, wie niet wint. Wie niet waagt blijft maagd. Let's see go. Let's see go. Het zou zo ongelooflijk awesome zijn als we nog even een zieke inform zouden weten te krijgen. Ligt het aan mij of zijn alle informs momenteel gewoon geen ene flikker waard? Ik heb namelijk de afgelopen livestreams, ik heb geloof ik eergisteren heb ik nog even gestreamd. Ik heb echt alleen maar gewoon zuigende informs gekregen. Gewoon echt informs waarvan je denkt van waarom zijn jullie in vorm? Alsjeblieft, gooi Messi in vorm en geef die aan mij, weet je. Dat is gewoon veel leuker. Maar het lijkt me vrij logisch dat het veel leuker is, want die zijn namelijk veel zeldzamer. En meestal is het uiteraard wel zo. De wat zeldzamere spelers zijn natuurlijk ook de spelers die je wat liever krijgt, to be honest. Tenminste, hoe het bij mij zit. Ik heb liever wat hele zeldzamere informs dan heel veel van die wat mindere informs. Maar misschien denken jullie van, ja, je kunt toch beter gewoon meerdere informs hebben die weinig waard zijn dan één inform die veel waard is. Nou, dat is natuurlijk net hoe je ernaar kijkt. Scuffet. Dat is een hele vieze, dikke, vuile slerket. Het is een raket. En we schoppen hem naar de maan. En hopelijk zal die heel ver gaan. Nou, we hebben nog 2 miljoen coins over. Uiteraard ga ik die niet in deze stream allemaal waste. Ik ga namelijk tot en met, of nou, waste. Dat betekent natuurlijk verspillen. Van Engels vertaald naar het Nederlands. En dat is natuurlijk niet verspillen. Het is spenderen. Dat klinkt wat minder alsof je het met opzet doet. En alsof het zonde is. Ook hebben we tot nu toe niet echt heel veel nuttigs weten te krijgen. Maar dat maakt verder niet uit. Let's go. We gaan verder. En we kijken wat we nog meer weten te krijgen. Het zou pas vet zijn als we een blauwe Messi zouden weten te krijgen. Kun je een blauwe Messi krijgen? I'm not really sure about it. Is hij momenteel al... Ik geloof niet dat hij verkrijgbaar is, een blauwe Messi. Maar ik durf het niet met zekerheid zeggen. Uiteraard, oh, we hebben hier weer een nieuwe Italiaan gekregen die ik nog niet had. Maar uiteraard moet je het wel voornamelijk hebben van de wat duurdere pakketten. Dus dan heb ik het over de 100k pakketten. Als 100k pakketten zijn, dan maak ik die het liefst zoveel mogelijk ervan open. Alleen jammer genoeg zijn er dan altijd maar een paar. Kijk, stel voor de waarde bijvoorbeeld 100 bij mijn beschikking. Dan had ik gewoon echt al die 100 pakketten gewoon proberen open te maken. Het zal heel wat coins gekost, maar het lijkt me natuurlijk wel ongelooflijk awesome. Dus ja, dan weet je ook gelijk hoe ik daar tegenaan kijk. Tegen van die 100k pakketten. Dat is toch ook wel de pakketten die het leukste zijn om open te maken. Ook al vind ik 7,5k pakketjes ook wel leuk om open te maken. Alleen nee, de kans is gewoon wat kleiner dat je uit die 7,5k pakketjes iets krijgt waar je ook daadwerkelijk wat aan hebt. En dat is natuurlijk een beetje jammer. Dat je altijd een beetje zeg maar in zo'n situatie zit van, oh, krijg ik wat, krijg ik niks. Dat je natuurlijk in een situatie zit van, oh, krijg ik wat, krijg ik niks. Daar zit je natuurlijk altijd in. Want ook al maak je een 100k pakketje open, je maakt natuurlijk nog de kans dat je troep krijgt. Ook al is de kans wel klein hoor, dat je als je een 100k pakketje openmaakt, dat je dan troep krijgt. Maar hey,
boertje. I don't freaking care. We gaan gewoon lekker verder en we kijken wat wij allemaal nog weten te krijgen. En ondertussen hou ik even de chat in de gaten. Morgen Team of the Year Messi. Oké dan. Morgen kunnen we een Team of the Year Messi krijgen als we geluk hebben. Laten we het hopen. Ik ga tot 9 uur streamen, jongens en meisjes. Dan weten jullie dat. Ik ben nog 10 minuten live. Jullie kunnen nog 10 minuten van mij genieten. Tweet natuurlijk gezellig mee met hashtag doe me live. 3 woorden, 3 hoofdletters. Doe maar live. Bij doe de hoofdletter D, bij maar de hoofdletter M, bij live hoofdletter L. Laten we kijken of we hashtag doe me live trending topic zouden kunnen krijgen. Ik zou het namelijk ongelooflijk awesome vinden. Of we het voor elkaar krijgen. Ja, kijk, dat is uiteraard nog een beetje de tweede vraag. Maar eerst is het uiteraard de vraag of we nog een Team of the Year binnen weten te halen. We hebben hier een McGaddy. McGaddy, get ready! Oh, ja, wat een leuke woordgrap! Het was eigenlijk niet eens bedoeld als een woordgrap. Het was eigenlijk meer bedoeld als een rijmpje, but I don't care. Want we gaan verder om te kijken wat we nog meer kunnen krijgen. We hebben hier de man met het gele tenue en de bruine baard. Die ons vrijwel alleen maar verbruiksitems geeft. Ik weet niet hoeveel van die verbruiksitems ik al wel niet heb. Maar ik heb er in ieder geval een hele hoop van. Dat is in ieder geval wel één ding wat ik zeker weet. Dus let's go. Ik ben ongelooflijk benieuwd wat we allemaal nog weten te krijgen. Dus let's go en laten we verder gaan. Om te zien wat het wordt. Dat was echt het slechtste rapje ooit. Ik kan beter geen slechte rapjes meer doen, want het wordt namelijk een drama met mij. Oké, let's see. We hebben hier een gele. Een gele man. En dat is nice, maar nog niet nice genoeg. Want we willen uiteraard een veel betere man in plaats van de gele man. Wij willen namelijk een blauwe man, als het even kan. Oh Job, dat rijmde jij baas. We zouden zo meteen natuurlijk ook even kunnen kijken of wij nog die speciale pakket zouden willen op. Dat is jammer. Ik vind die speciale pakket vind ik namelijk het allerleukst, weet je. Jullie waarschijnlijk ook, omdat het namelijk waarom de speciale pakketten meestal in mijn livestreams gelijk alweer er doorheen gejaagd worden. Niet natuurlijk in het begin alweer, want we hebben namelijk de laatste, hebben we geloof ik 10 minuten of 20 minuten geleden opengemaakt. Wat gewoon goed ging, maar you guys know what I mean. Dus laten we snel verder gaan om te kijken of we nog wat meer van die awesome spelers weten te krijgen. Want we hebben al 2 informs weten te krijgen in 1 livestream. Is niet heel verkeerd. Wie is dat? Rakitic. Rakitic is een soort van snoepje. Wil je tiktak? Nee, doe mij maar Rakitic. Dat is veel lekkerder. Dan krijg je namelijk een rakitikkende, verfrissende adem van haha. Maar nogmaals, willen jullie ook goedkoop, betrouwbaar en snel FIFA 15 Ultimate Team Coins kopen? Dan raad ik jullie aan om dat te doen op coinsfivakopen.nl. En als jullie dan de code JOB invoeren, alles in hoofdletters, krijgen jullie deze week nog 10% korting. En na deze week 7,5% korting. Dus als jullie dat willen en jullie willen dus ook FIFA Coins kopen, raad ik dat aan te doen op coinsfivakopen.nl. En ik hoop, naast het feit dat ik natuurlijk al heel wat pakjes heb opengemaakt, dat ik nog een hele andere awesome speler zou kunnen krijgen. In plaats van alleen maar de spelers die ik tot nu toe heb gekregen. Want ik ben namelijk echt puur aan het wachten op mijn motherfucking inform. Dat is waar we het voor doen uiteraard. Daarom staat er ook in de titel bij Twitch Team of the Year pack opening. Omdat ik namelijk heb Snyder trouwens gekregen. 84 graded. En die heb ik gewoon verkocht. Fuck dat, weet je. Nou, ik had hem op transferlijst kunnen zetten. Maar ik krijg er toch geen ene raid voor. Ik ben nu echt bijna alles aan het quick sell puur. Omdat ik namelijk weet dat ik toch niet veel tussen heb zitten. Tenzij ik uiteraard bijvoorbeeld nu een blauwe speler uit het pakje zou kunnen zien komen. Ja, die kans is natuurlijk ongelooflijk klein. Maar het is te... Ja, dat is geen blauwe speler. Jop, dat is geen blauwe speler, mijn vriend. En dan gaan we snel verder. Het zou zo ongelooflijk vet zijn als ik aan het einde van deze livestream nog heel even snel in vorm eruit zou willen te knallen. Dat zou wel echt het ultieme, gewoon goede gevoel geven. Om gewoon de livestream af te kunnen sluiten met een super epische, super duper awesome. Super epische, super duper awesome. Is dat serieus wat je zegt, Jop? Inderdaad, dat is serieus wat ik zeg. Een super duper awesome in vorm. Maar die kans is nou eenmaal niet ongelooflijk groot. Dus let's go. Ik ben benieuwd wat we gaan krijgen. Of we de met z'n allen keihard kunnen gaan hijgen. Ja, dat klinkt raar. Maar het is waar. Come on. Ik kan dus even bij de chat kijken hoe het met jullie gaat. Als kijkers, als motherfucking bazen. Let's see. Ik zie dat heel veel mensen nog lekker aan het meespammen zijn met hashtag doe me live. Ongelooflijk awesome. Let's see. Tot hoe lang ga je streamen? Tot 9 uur ga ik streamen. Jij weet niet wie ik ben. Jij weet niet wie ik ben. Even kijken. Nice, let's go. Oh, wacht, we hebben hier een 84 rated uit Barcelona. Spanje. Nope, 2000. Dat is een beetje tegenvallend hoor, jongens, meisjes. Een heel klein beetje, maar... Come on, give me something good. Please. Nee, dat is niet wat ik bedoel met something good. Ik bedoel een motherfucking team of the year. Dat is geen team of the year wat jullie mij geven. Dat is troep. Gewoon een definitie van troep. Als je in het woordenboek troep opzoekt, dan krijg je gewoon een plaatje van het pakje wat ik zojuist heb opengemaakt. Gewoon dikke troep. Oké, we gaan even een speciaal pakketje openmaken. Met onze elleboog gaan we dit doen. Plons. 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 Als je dat maar weet. Een pakketje met je elleboog. Dat is gewoon altijd awesome. Dus let's go. Hou er nog eentje met mijn elleboog doen hoor. Hopelijk brengt mijn elleboog me zo meteen even geluk. Dat zou ik oprecht leuk vinden. Als mijn elleboog me namelijk even geluk brengt. Dan zijn we allemaal weer blij. En dan kunnen we allemaal gaan genieten. Van schijnbaar geen blauwe speler. Schijnbaar niet. Ik ga even kijken. Ik wil eigenlijk even weten wie er nou allemaal in Team of the Week zit. Want tot nu toe ben ik niet echt blij met de twee. Ja, ik ben wel blij met de twee informs die ik heb weten te krijgen. Maar het zijn zeg maar niet echt de twee informs die je hoopt te krijgen, als het ware. Let's see.
Neuspek. Oké, we gaan zo meteen even een neuspek doen hoor. Gaan we zo even kijken hoe dat gaat. Een motherfucking neuspek. Ik ben er maar klaar voor. Ondertussen zal ik even de chat een beetje in de gaten. Oh, wat zat hier aan? Oh, Boateng. Nice. Hoeveel is die waard? Oh, nice. 15k. Oké, okay, nice. Die gaat op mijn transferlist. Dat is niet verkeerd. Nee, weet je, ik ga hem gewoon gelijk koop nu prijs. Hoeveel zou ik hem op transferlist doen? 30k. Hoeveel is die waard? 30k toch ongeveer? Ik doe hem wel gewoon voor 15k, weet je. Fuck it. 20. Nee, nee, iets meer. 25k. Ik ben tevreden. Fuck dat. Ik hoef niet... Hier, doen we gewoon 1 uur lang. Startprijs. Hoppakee, flikken we die lekker omhoog naar... Wat zullen we doen? Ik denk zo'n 24 dan maar. Oh, kut. Hoppakee, verzenden. Nou, ja, tuurlijk, super. Dan kan Boateng, die mag mooi wegnemen. Want ik heb hem namelijk al en ik gebruik hem nooit. Tenminste, ik gebruik bijna geen één spel, want ik maak hem namelijk bijna alleen mijn pakjes open. Maar ik ga binnenkort wel FIFA spelen, zoals ik jullie al had verteld. En met spelen bedoel ik niet alleen pakjes openmaken. Let's see. Hopelijk krijgen we nog wat andere awesome spelers. We hebben tot nu toe wel een aantal awesome spelers willen te krijgen. Dat in ieder geval wel. Maar nog niet eentje waarvan ik echt een gat in de lucht spring als het daar. Oftewel bijvoorbeeld een team of tier. Ik ga nog ongeveer 5 minuten streamen. Dan tot en met 9 uur. Dus hopelijk genieten jullie de komende 5 minuten nog van mijn livestream. En kunnen jullie, als jullie dit op YouTube kijken, er ook nog even van genieten. Want het wordt namelijk uiteindelijk ook nog geüpload op YouTube. Omdat ik natuurlijk de mensen die dat op YouTube kijken ook gewoon de mogelijkheid wil geven. Om ervan te kunnen genieten. Of de mensen die zeg maar niet de stream hebben kunnen checken. Dat die dan zeg maar wel de mogelijkheid hebben om ervan te kunnen genieten op YouTube. Dus vandaar, let's go. Next gold package. We hebben Elm gekregen. Een motherfucking zweet. Beetje jammer. Beetje jammer. Maar dat maakt niet uit. Misschien krijgen we nog wat andere awesome spelers. Hier zit ook niet echt iets bij wat ik nodig heb. Dus laten we snel verder gaan. Naar het volgende pakketje. Namelijk een blauwe man met Samsung op zijn borstkas. Altijd leuk. Blauwe mannen met Samsung op hun borstkassen. Dat betekent namelijk dat je het goed doet in het leven. Of niet. Ik heb geen idee. Maakt verder niet uit. Daar hebben we een Nasri. 84 rated. Het is aardig wat waard. Ik geloof 5 of 6k of zo. Ik weet het niet. Maar ja, weet je, fuck dat. Weet je, tuurlijk, ik ben wel van plan om wat spelers op mijn transferlijst te zetten. Maar dan moeten ze wel echt iets boven de 20 of 30k waard zijn. Of rond de 20 en 30k, daar ben ik wel bereid toe. Maar tot die tijd is het toch allemaal een beetje half om half, als jullie begrijpen wat ik bedoel. En dan ga ik toch wel vaak voor de quick sell. De quickie, die quickie, die quickie. Quickie. We hebben daar een Pavés gekregen, wat een zilveren was. Ik was echt een Zweed, omdat ik natuurlijk net ook een Zwitserse gast kreeg. Maar ditmaal was het geen Zwitserse. Oh, come on, EA! Geef me nog even wat leuks op het laatste moment. Ik zou het leuk vinden, FIFA en EA, of hoe ik jullie ook moet noemen. Nee, die ga ik niet quick sellen, want ik had die namelijk nog niet, deze manager trainen, of hoe je het ook moet noemen. Let's go. Come on. Nee. Fuck. Dat is niet wat ik wou. Shit. Balen. Kloten. Rot. Nee. Piet. Oké, we hebben nog 3 minuten, jongens en meisjes. En dan ga ik de stream afsluiten. Dus FIFA, EA, als jullie me nog wat leuks willen geven, doe het dan nu. Dit is het juiste moment. Dit is het moment waarop jullie mij het beste ten huwelijk kunnen vragen. Want anders ben ik zo meteen gestopt met streamen. En dan is alle hoop verloren. Nee, ik bedoel, we hebben toch 2 informs willen te krijgen. Het is wel weer awesome. Ook hebben we natuurlijk geen team of the year kaart erdoor willen te krijgen. Maakt verder niet uit. Ik zeg wel elke keer kaart. Het is niet echt een kaart, weet je. Het is natuurlijk eerder een speler. Laat ik het zomaar gewoon noemen. Want het is zo raar. Een kaart, weet je wel. Dan denk ik niet zozeer aan een speler. Oké, let's go. Ik ga nog 3 pakketjes openmaken. En dan ga ik het hier belaten voor deze spin. Dus hierna nog 2 pakketjes te gaan. En hopelijk gaan 1 van die 2 pakketjes ons het goede geluk geven. Wat we nodig hebben. Ik moet zeggen, 2 informs. Niet verkeerd in 1 livestream van ongeveer 1 uurtje lang. Maar hey, kom op. Oké, laatste pakketje, guys. Laatste pakketje. Kom op, EA, kom op, FIFA. Geef mij even wat leuks in dat laatste pakketje. Ik zou het hartstikke leuk vinden. Dus ik ga hem openmaken. En ondertussen check ik even de stream. Dan weet ik namelijk niet wat erin zit. Ik ben ongelooflijk benieuwd. Boom. Da, Huntelaar. Oké, dat is geen verkeerde. Is ook niet echt een goede. Hoeveel is die waard? Ik weet het niet. Ik ga het even checken. Ja, dat valt heel erg mee. Nou ja, jongens en meisjes, ongelooflijk bedankt voor het kijken voor deze livestream op mijn Twitch. Twitch.tv/doemaargame. Heb je dit nou op YouTube gekeken? Vond je het leuk? Kun je de stream even een like geven? Voor de rest kun je natuurlijk ook nog even een leuke reactie hier achterlaten. Rechts in de reacties. Wat je wel vaker doet, een reactie achterlaten in de reacties. Meespammen met hashtag doe mijn live kan ook nog even. Dan wil ik jullie allemaal ongelooflijk bedankt voor het kijken voor deze livestream. Ik vind jullie stuk voor stuk motherfucking bazen. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer met misschien wel een nieuwe livestream hier op mijn Twitch. Hashtag DMG Army voor de motherfucking win. En dan zie ik jullie graag de volgende keer weer. Later mensen.